En voorzitter, kunnen wij de voedselkwaliteit en daarmee ook de gezondheidstoestand in Nederland, kunnen we dat niet naar een hoger plan gaan brengen? En we hebben het gehad over een stip op de horizon. De heer Futselaar die zag een hele reeks stippen op de horizon. En de vraag is van hoe komen we daar? Want conceptueel omarmt iedereen het principe van kringlooplandbouw. Maar naar mijn smaak is daar echt een samenhangend en langjarig programma is daarvoor nodig. En daarvoor, dat red je niet alleen op een ministerie. En ik vind ook dat deze zegt, te gemakkelijk zegt, nou, dat is de verantwoordelijkheid van de minister. Het is de verantwoordelijkheid van alle partijen in de keten, voorzitter. En het is de hoogste tijd dat al die partijen, dat die uit de schuttersputjes gaan komen. En dat de natuur- en milieuorganisaties en boerenorganisaties, maar ook de voedingsindustrie en ook de retail, dat die samen aan tafel gaan werken aan een samenhangend langjarig programma. En voorzitter, ik heb 3 jaar geleden bij de eerste behandeling van de begroting heb ik voorgesteld om te komen tot een breed landbouw, natuur en voedselakkoord. En navolging van het klimaatakkoord. Daar is die werkwijze ook toegepast. Daar is de polarisatie afgenomen. Daar zitten Greenpeace en Shell en Esso zitten aan tafel. Met alle gebreken en gebrekkigheden die erin zitten. Maar daar is een samenhangend plan gemaakt. Voorzitter, ik ben nog steeds voorstander van die aanpak. En mijn vraag aan de minister is heel concreet of zij in aanloop naar de verkiezingen, naar de formatie, een verkenner op pad wil gaan sturen om te zien of al die actoren of die bereid zijn om tot een langjarig landbouw, natuur en voedselakkoord te komen. De heer Bisschop. Voorzitter, wat dat laatste betreft, dat landbouwakkoord, dat is me uit het hart gegrepen. Dat steunen we van harte. Alle actoren zullen daarin om tafel moeten zitten. En wat mij blij verrast, dat is de benadering van de heer Moorlach als het gaat over die kringlooplandbouw. Dat echt zijn tijd nodig heeft. Want ik herinner me ook de discussies over kringlooplandbouw. En dan was het vaak alsof het in deze Kamerperiode nog gerealiseerd zou moeten worden. Terwijl het een generatie gaat duren voordat je die omslag gemaakt hebt. En dat besef tref je ook in de sector zelf aan. Maar waar ik me een beetje over verbaas, dat is het eerste punt waar ik eigenlijk op aansloeg. Dat is die extensivering van de landbouw. Realiseert collega Moorlach zich dat extensivering van de landbouw enorme kosten met zich meebrengt? Zowel voor de bedrijvigheid als voor de consumenten. Het gaat over arbeidsintensiviteit. Het gaat over de hogere kostprijs die dus doorberekend moet worden aan de consument. En dat zijn factoren, zou de heer Moorlach daar nog eens op willen reflecteren, wat dat betekent in zijn visionaire benadering. Ja, voorzitter, van alles hoeft niet extensiever. Dat klinkt ook wel paradoxaal, maar op sommige plekken is intensivering en rekening houden met het milieu en de ruimte die milieu en natuur biedt, is goed mogelijk. De heer Weveling heeft er een voorbeeld van genoemd, de glastuinbouw. Dan zien we dat met veel minder emissies, veel minder meststoffen, veel minder water, dat daar gewoon heel veel en heel goed voedsel wordt geproduceerd. Het is ook niet meer de kwaliteit van de wassenbommen, is het. Het zijn echt, gewoon echt hele goede voeding. Maar er zit, in ons systeem zit er iets verkeerd. Het is naar mijn smaak gewoon heel verkeerd dat je voor een kilo appels meer betaalt dan voor een kilo frikadellen. Terwijl iedereen hier in deze zaal weet dat die kilo frikadellen, dat die een veel grotere ecologische footprint heeft. Dus het betekent ook dat wij voor onderdelen van ons voedsel, dat we ook aan true pricing moeten gaan doen. De werkelijke prijs moeten gaan betalen. En er is in Nederland, naar mijn smaak, ik woon zelf in een nabijheid van de Graanrepubliek. Nou, dat moet je niet één groot biologisch gebied moet je dat gaan maken. Dan moet je vooral geen bomen neerzetten. In dat gebied worden bomen beschouwd als onkruid. En daar moet je de wijsheid respecteren. Voorzitter, ik pleit niet voor een ot- en zien-achtige landbouw en terug naar vroeger dat alles maar beter zou zijn. Daar pleit ik niet voor. Maar ik pleit wel echt voor een systeemsprong.